Goedenavond, dames en heren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Shevardnadze, wil dat zijn land en de Verenigde Staten doorgaan met het verminderen van de kernwapens. Shevardnadze verwacht een halvering van het aantal lange afstandsraketten. De Russische minister sprak vanavond om 9:45 voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Весь вопрос теперь в том, сможем ли мы, основываясь на той же логической посылке, отказаться не от части, от всего ядерного арсенала, от всех видов оружия массового уничтожения. Советский Союз убежден, что да. Стартовая площадка мала, но она дает толчок огромному делу. За недавним соглашением может последовать договоренность о сокращении сразу наполовину стратегических вооружений, если, конечно, удастся сохранить договор об ограничении систем противоракетной обороны. Wat de Persische Golf betreft, zei Shevardnadze dat de veiligheid van de scheepvaart daar moet worden gegarandeerd door de Verenigde Naties. Die zouden daarvoor desnoods een internationale strijdmacht naar de Golf moeten sturen. Iran wil zijn strijdmacht nog aanzienlijk versterken. Radio Teheran zond vanavond een oproep uit waarin werd gezegd dat er nog eens 2 miljoen vrijwilligers nodig zijn. Vorig jaar had Iran naast een gewone leger al 3 miljoen vrijwilligers ingelijfd bij de Islamitische Revolutionaire Garde. In de oorlog van Iran met Irak waren er vandaag verscheidene beschietingen en bombardementen over en weer. In de Golf waren er geen incidenten. Het Iraanse schip dat maandagavond door Amerikaanse helikopters in brand werd geschoten, werd vandaag met zijn mijnen naar internationaal water bij Bahrein gesleept. Het voer nu onder Amerikaanse vlag. Wat ermee gaat gebeuren is nog niet bekend. De sleep werd gevolgd door een Russisch oorlogsschip. De onder Britse vlag varende tanker, die diezelfde maandagavond in brand werd geschoten door vermoedelijk Iraanse aanvalsboten, ligt nu bij Bahrein. De schade is aanzienlijk. Een grote slag voor de drugshandel vandaag. In Engeland werd op een schip met bestemming Rotterdam cocaïne gevonden met een waarde van 8 miljoen dollar. In Frankrijk werden door de douane 6 Nederlanders aangehouden die met 1,5 ton hasholie op weg waren naar huis. De Franse douane wilde het schip van de 6 controleren, maar dat lukte niet omdat de Nederlanders op de vlucht sloegen. Pas na een waarschuwingsschot konden de douaniers aan boord. Het schip, de 20 meter lange tweemaster Johanna Hendrika, werd daarop naar de haven van Boulogne-sur-Mer gesleept. Daar werd toen de hasholie gevonden. De 6 Nederlanders, 5 man en een vrouw, kwamen uit Marokko. De hasholie heeft een straatwaarde tussen de 13 en 23 miljoen gulden. In Liverpool werd voor de tweede maal binnen enkele dagen een grote drugsvangst gedaan. Nu was het op het Venezolaanse schip Zulia. Aan boord de op één na grootste vangst uit de Britse geschiedenis, ruim 21 kilo zuivere cocaïne met een totale waarde van 8 miljoen dollar. Hier werden 2 mensen aangehouden. En dan het weer. Opklaringen afgewisseld door buien, sommige met onweer en windstoten. Vannacht temperatuur rond 12 graden, middagtemperatuur morgen ongeveer 17 graden. Einde van de journaaluitzendingen van woensdag 23 september. Dames en heren, goeienacht.